Goedemorgen, welkom bij de estafettevlog van Runners World. Mijn naam is Celeste Engwerda, ik ben 27 jaar, ik ben dokter van beroep en in mijn vrije tijd doe ik niets liever dan hardlopen. En ik ben hier vandaag in New York, want zoals je misschien al aan mijn shirt kan zien, ik ga morgen de New York Marathon lopen. Dus dit wordt een net andere vlog dan dat jullie gewend zijn van de estafettevlogs. Ik ga niet één dag jullie meenemen, maar 3 dagen. Vandaag de dag voor de marathon, morgen tijdens de marathon en maandag de dag na de marathon. Dus superleuk dat je meekijkt. Lekker. Je kan zo genieten van ontbijten. En dan helemaal leuk dat ik het de dag voor de marathon 2 keer mag doen. Zo, nou ik ben onderweg naar Central Park. Ik ga daar een tweede ontbijtje doen met Laura dit keer. Laura is een meisje wat ik ontmoet heb tijdens de 30 van Almere. Zij rende toen 30 kilometer in 2 uur, echt insane. En ze gaat dus morgen ook de marathon lopen. En ik vind het gewoon super leuk om met haar een beetje te kletsen over morgen. Nou, ik zit hier met Laura. En wij zitten even aan een kopje koffie. En wat te eten. En Laura, wat wordt jouw doel morgen? Vooral lekker lopen. Dat is echt nummer 1. En nou ja, het zou mooi zijn als we PR lopen, maar... Ga kijken of 3-5 gaat lukken. Wie weet. Ja, oké. En wat heb je toen in Almere gelopen waar ik jou ontmoet heb? Waar ik jou voor het eerst echt gesproken heb? Voor de 30 kilometer, dat was 2:03, geloof ik. Dus dat belooft wat. Maar ja, je weet het niet. Een marathon is altijd een verrassing. Dus ja, super goed. Ja. Nou, gewoon succes. Thanks. We gaan even onze koffie opdrinken nu. Heerlijk. En dan ga ik even naar de expo. Kleren kopen. Precies. Ik ben hier op de expo en hier heeft ze mijn startnummer opgehaald. Wat ik hier nu ga doen is een leuk souvenir voor mezelf kopen als aandenken voor deze marathon. Ik heb 3 cadeautjes voor mezelf gekocht. Deze tas, die ik gewoon echt super tof vind. Deze hoodie, die ga ik morgen zeker dragen. Dit logo erop en de afstand. En dit regenjack. Ik bedoel, in Nederland het regent superveel en ja, het lijkt me gewoon handig om zo'n regenjak te hebben. De gebouwen hier zijn echt super hoog. Hier heb ik weer wat hele hoge gebouwen. Zo, ik ben weer op mijn hotelkamer. Het is nu 4 uur, later dan ik gepland had. Meer stappen dan ik gepland had, 15.000 inmiddels. Ik heb nu 1,5 uur voordat we vertrekken naar de pasta party. Ik ga weer even wat eten, een banaan. En daarna ook even mijn spullen klaarleggen voor morgen. Het begint nu wel echt heel echt te worden. Nou, ik heb net alles klaargelegd. En dan besef ik me ineens dat het echt wel heel erg echt gaat worden. Nog even voor de pasta party. Mijn shirtje. Oh. Mijn shirtje met mijn startnummer. Mijn gelletjes. Ik gebruik de gelletjes van Torx. Mijn schoenen waar ik op ga rennen, dat zijn deze. De tas met van alles voor de afloop. Onder andere nieuwe droge kleren. Wat kleins om te eten. Dat soort dingen, mijn metrokaart. En heel veel kleren voor om aan te dragen in het startvak. Dus ja, we gaan het zien morgen. Nou, wij zijn nu in een restaurantje aangekomen om pasta te eten. Ik ben hier weer met Laura en met de welbekende Mari. Ben je in beeld? Ja. Oké. Okay. Mari gaat niet de marathon lopen, dus die zit aan het bier en aan de frietjes. En wij zitten aan een lekker bord pasta. Oh. Ja, verschil moet er wezen, hè? Verschil moet er wezen, ja. Nou, wij gaan hier lekker van genieten. Het is 9 uur nu, dus de wekker staat om 4 uur. Dus als ik over 1/2 uurtje in slaap val, heb ik nog mooi wat uurtjes slaap kunnen pakken. Ik begin nu toch ook wel echt zenuwachtig te worden. Nou, wat mijn doel is, ik hoop onder de 3 uur 37 minuten en 49 seconden te lopen. Dat is de tijd die ik vorig jaar in Berlijn gelopen heb. Als het niet lukt, is het ook goed. Ik weet dat New York een veel zwaarder parcours is. Maar dat zou echt super tof zijn als het wel lukt. Ik ga daar gewoon voor vechten. En we zullen het zien morgen. Zo, nou goedemorgen. Het is 3 november vandaag. Het is marathondag. 4 uur 's ochtends. Ik heb de volgende kledingstuk al aan. Mijn shorts waar ik in ga rennen. Een broek om me warm te houden. Mijn marathon shirt met mijn nummer. En een longsleeve overheen.
En straks ga ik nog veel meer kleren aan doen. Ik wil echt niet afkoelen. En ik ga nu naar beneden voor een havermout ontbijtje. En dan even kijken wat ik nog meer mee wil nemen qua eten. Want ik start dus pas om 9:30. En het is nu iets over 4. Nou, dit is het marathon ontbijtje. 2 bordjes met havermout. Dan ga ik deze bananen prakken en dan daarin doen. Maar omdat het nu pas 4:30 is en ik start dus eigenlijk over 5 uur pas. Is de kans groot dat ik daarna weer honger krijg. Dus neem ik dit mee naar de start. Het is bananenbrood dat ik zelf gemaakt heb. Ik drink een grote kop koffie, vitaminepil. En ook bietensapje weer. Nou, we zijn net aangekomen met de bus bij het startgebied. Ik heb echt super veel kleding aan. We zijn hier in het start area en ik ga even mijn spullen reorganiseren. Dit is de tas die ik moet inleveren en dit is de tas die ik mede naar het start van. De brug waar we zo overheen gaan lopen begint nu wel echt heel echt te worden. Maar kijk die super mooie lucht hier. Nou, ik ga nu mijn tas inleveren. Het is nog 3 uur voor de start, 3,5 of zo. Ik heb een kleine tasje daar met nog wat eten en warme kleding en zo. Wat zit hier in een powerbank voor naar de start? Dat meteen moet ik ook afladen. En wat warme kleding en nog wat eierkoeken en een reepje en zo. 20 minuten voor de start. Ik heb inmiddels wat kleren uitgedaan. De status. Denk ik. 10 minuten voor de start. Ik ga nu mijn telefoon wegdoen en focussen. Ik weet niet of ik tijdens de race ook ga filmen, want ik wil ook gewoon gefocust zijn op mijn wedstrijd. Maar misschien ook wel. Het ligt eraan hoe het gaat. Thank you. Dit was zo. Zo raar. Echt. Maar dit maakt ook wat ik zo mooi vind aan het lopen van een marathon. Oei, 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 net onder de 4 uur. Oh. Het is echt de meest lekkere appel die ik ooit gegeten heb. Oei, oei, oei. Ik denk als ik Mari zie dat ik moet huilen. Maar ik heb nog nooit geld. Nou, geen eens. Misschien valt het mee, maar ik denk het echt. Nou, daar ben ik weer. Ik zit hier in de metrohal. Ik begin langzaam wel weer wat trots te worden. Ik ben wel een beetje teleurgesteld dat ik niet onder de 3:37 gelopen heb. Maar wel onder de 4 uur. De tijd is 3 uur, 57 minuten en 44 seconden geworden. En dit is de medaille. Ik heb net even met mijn vriend gebeld. En met Chrissy en Erik en met mijn ouders. En ik zit hier nu op de grond. Ik heb hier bereik. En ik ga nu lekker naar mijn hotelkamer. En ik moet nog 40 minuutjes met de metro. Zo, ik ben terug op de hotelkamer. Met deze. Het is nu 4:30. En ik moet zeggen, de trappen lopen gaat dus redelijk soepel. Dus daar ben ik wel blij mee. Ik moet echt even nu gaan douchen en even wat eten. Wacht, ik zal laten zien wat ik heb voor eten. Dit heb ik dus voor naar de marathon. Chips. Oh, ik moet echt zout hebben. Ik zal jullie laten zien hoe mijn benen eruit zien. Mijn benen zien er dus zo uit. Gewoon zoveel gezweet. Het is misschien niet de beste herstelmaaltijd. Het beeld is echt heel vervelend. Maar ik heb het wel echt even nodig. En daarna ga ik even goed eten. Ik denk wat kwark voor wat eiwitten. Ja, vanavond is er een borrel van Marathon World. Daar ga ik zeker heen. Dat is over 4 uur. Dus ik heb echt nog wel even tijd om bij te komen. Morgen ga ik deze nog laten graveren. Natuurlijk had ik liever 3:37 gelopen. Maar ja, dat is ook hardlopen. Dat je gewoon niet altijd je doel haalt. En dat het soms super zwaar is. En dat je dan toch doorgaat. Dat het best wel emotioneel is. Maar dat is ook het mooie ervan. Dat is precies mijn liefde voor lopen. Ik zit even in bad. Dit is echt heel erg fijn. Zo, ik en Stevie zitten bij de Subway. Ik weet niet of dit het allerbeste herstelgoed is naar de marathon, maar we hadden er zin in. Dus we hebben een klein broodje. En straks gaan we dus naar de borrel en daar zijn ook nog chipjes en alles. Oké, nou, ik ben nu bij de borrel van Marathon World hier binnen. Maar het is een beetje donker om te filmen daar. En kijk eens wie ik uiteindelijk gevonden heb.
Ze heeft het goed gedaan, hoor. Ze was niet zo tevreden, maar ze heeft het gewoon gedaan. Ja. New York Marathon. Ja. Dat is niet heel makkelijk. Het was niet makkelijk. Goedemorgen. Het is vandaag 4 november. Het is mijn verjaardag. En het is de ochtend na de marathon. Ik heb vanaf echt super kort geslapen na de borrel. Uiteindelijk lag ik half 1 in bed ongeveer. En ik ben om 5 uur was ik echt klaar wakker. Het is nu 7 uur. Ik heb toch besloten om op te staan. Ik zal even mijn ontbijtje laten zien. Mijn aftermarathon ontbijtje is een bagel. Het is echt enorm hier in Amerika allemaal. 2 eitjes voor de eiwitten. Pindakaas, omdat het gewoon lekker is. Een kaartje van mijn vriend, omdat ik jarig ben. Koffie en een glas heet water. Dus dit ga ik even lekker opeten nu. Wij zitten nu in Central Park met een kopje koffie en een supermooie medaille. Blueberry wedding. Mijn vin. Voor mijn verjaardag. En een medaille. Ja. En wat heb je gelopen, Laura? 2,57. Supergoed. Ja, maar jij hebt ook echt supergoed gelopen. Ja, ja. Ik heb onder de 4. Ja. En gewoon genoten, toch? Ja, dat zeker. Dat zeker. Ja, zeker weten. Mijn benen zijn nu wel een beetje zwaar, maar... Ik denk dat het morgen al minder wordt. Ja, dan gaan we hem mooi laten graveren. Ja. Zo, ik ben weer terug uit Central Park. En de trappen bij de metro die gaan toch wel best moeilijk. De medaille ga ik dus morgen graveren. Want ja, 3,5 uur wachttijd of zo. Dus dat ja, werd hem niet. En nu ben ik toch best moe, want ik had vannacht dus maar heel kort geslapen. Zo, het is nu 12:30. Ik heb net mijn power napje gedaan. En ik ga nu even dit eten voor lunch. En dan gaan we naar de fietstour. Het is even iets gezonder dan een blueberry muffin. Het is kwark met banaan en granola. Nou, wij zitten hier nu op de fiets. We zijn een bike tour aan het doen met Marathon World. Hallo! En we stoppen af en toe ergens op een plekje om even wat te horen. De medaille hangt om. We zijn het echt super lekker weer nu. Inmiddels 70 kilometer gefietst. Zo, nou net 20 kilometer gefietst met het... Met de bike tour, dus nog best wel een stukje. Dat voel ik nu ook wel in de beentjes. En we hebben net avond gegeten en ik ben het compleet vergeten te filmen. Maar ik had iets van een rijstachtige salade. En nu gaan we iets heel vets doen, want we gaan naar een basketbalwedstrijd. Het is echt een prima day after the marathon dagje. Zo, ik ben in mijn bedje. Het is nu 11 uur 's avonds. De basketbalwedstrijd waar we naartoe geweest zijn net, was echt super tof. En nu ben ik wel heel erg moe. Dus nou, in ieder geval heel erg bedankt voor het kijken naar deze driedaagse vlog van mijn avontuur in New York. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En bij deze geef ik het stokje over aan de volgende estafette vlogger. Slaap lekker!